Een startersubsidie, vraag van de heer Koerhuis en de heer Ronders. Eigenlijk een beetje in het verlengde van net de overige maatregelen die werden genoemd. Maar in sommige gevallen is het bijeen krijgen van de kostenkoper voor de starter een probleem. En ik ben er nooit tegen om mogelijkheden te onderzoeken. Dus een subsidie of een lening zou de starter mogelijk kunnen helpen. Op dit moment is er alleen nog geen financiële dekking voor een dergelijke subsidie of lening. Dus als we met elkaar daarmee aan de gang zouden willen, dan moeten we daar wel in weten te voorzien. Ten aanzien van het idee van de heer Ronders in het regeerakkoord is opgenomen dat LTV 100% blijft om de toegankelijkheid voor starters niet onnodig te belemmeren. Maar ik ben altijd bereid om te kijken naar alternatieven en deze binnen het kabinet te bespreken. Die LTV van 100% is wel een randvoorwaarde daarbij. Want verantwoorde kredietverlening is altijd een belangrijk uitgangspunt. De starterslening helpt de starter die beperkte leenruimte heeft op basis van zijn inkomen. En wordt ook door verschillende gemeenten aangeboden. Maar we zijn er dus naar aan het kijken.